allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe limited collectie testen van Essence. Dit is de Vintage Beach collectie en het is echt een prachtige collectie geïnspireerd op retro stranden. Dus het heeft alles te maken met op het strand lopen, de zee, dat soort dingetjes. Dus het is echt een super zomerse collectie. De collectie is verkrijgbaar bij de Kruidvat vanaf half augustus tot eind september. Maar ik heb de collectie nu al, want hij is al gewoon te bestellen bij Booty Shop online. Ik zet ook beneden in de beschrijving linkjes neer, mocht je vandaag iets zien wat je wilt hebben. En toen ik deze collectie zag, ik dacht, ik ga echt alles inslaan. Het is een combinatie van verzorging en make-up. Het is allemaal ook weer spotgoedkoop, want het is Essence. En ik weet dat jullie Essence en Catrice altijd heel leuk vinden. Dus ik dacht, wij gaan deze collectie gewoon saampjes reviewen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Jongens, het is echt een prachtige collectie. Allemaal zo van die nude, bruinige strandkleurtjes. Echt super leuk. En ik ga beginnen met het eerste product. En dat is een product voor de haren. Dit is de Essence Vintage Beach Sea Salt Hair Mist. Dit is dus een haarmist dat een beetje van die waves, soort van krullen creëert in je haar. En het laat een heerlijke kokosgeur achter in je haar. Zoals je kunt zien heb ik mijn haar al helemaal vast. Dus nu kan ik hem niet gebruiken. Maar ik heb hem al wel net gebruikt toen ik mijn haar aan het doen was. Ik heb het gewoon lekker helemaal in mijn haar gespreid. En het laat inderdaad echt een fantastische geur achter. Er zit ook pentanol in en dat hydrateert ook je haar. En laat je haar zacht en glad aanvoelen. Ik vond hem alleen echter niet zo fijn. Het enige wat ik hier fijn aan vind is de geur. Ik hou echt van zo'n kokosgeur en het blijft ook zo lekker in je haar hangen. Alleen ik vind ten eerste de spray niet fijn. Het is echt een hele dunne spray. Hij is ook echt best wel zwaar. Dus je hand wordt gewoon echt gewoon moe van het gespray. En aangezien ik veel haar heb, moet ik heel veel sprayen. En ik begon echt te merken dat mijn hand een beetje gewoon moe werd. Als ik een haarspray gebruik, wil ik dat hij echt een groot gebied in één keer sprayt. Want ik ga hier niet een half uur lang mijn haar zitten sprayen. Ook vond ik niet dat het echt iets deed voor mijn haar. Mijn haar werd een beetje nattig. Maar het is niet dat het een soort van wave creëert. Of zo. Ik heb al wel krullend haar. Maar ook voor mijn krullen. Het deed niet echt iets. Ik had niet echt het gevoel dat dit nou echt geweldig zou gaan zijn voor mijn haar. De enige reden dat ik deze mist nog zou gebruiken is omdat ik gewoon een lekker geurtje wil achterlaten in mijn haar. En that's it. Dan gaan we verder met het volgende product. En dat is voor de lippen. Ik heb hier de Essence Vintage Beach Coconut Lip Conditioner. En dit is gewoon een lipbalmpje voor je lippen. Ik hou altijd van lipbalmpjes, want ik heb echt hele droge lippen. Er zit kokos en persik pitolie in. En ook shea butter en vitamine E. Dus allemaal ingrediënten om lekker je lippen te verzorgen. Online staat dat het een fruitgeurtje heeft. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb al een lipbalmpje op. Die ga ik er eventjes afhalen. Altijd als ik mijn video's begin, heb ik al een lipbalmpje op. En dat zijn dus altijd dit soort producten die ik dan opdoe. Oké, het heeft gewoon zo'n standaard applicatortje. Even een beetje op mijn hand. Oeh, het heeft een beetje een lichtroze kleur. Het is een beetje lichtroze. Het is ook niet echt heel vloeibaar of zo. Het is best wel dikker. Het is echt een beetje een dikkige formule. Ik ga gewoon aanbrengen op mijn lippen. Het heeft inderdaad echt een fruitgeur. Er komt echt helemaal zo'n geur vanaf. Ik vind dat echt super lekker. Ja, voelt lekker fijn aan. Het maakt mijn lippen echt een beetje zo zacht. Ik heb ook het gevoel dat hij wel echt hydrateert. En heel belangrijk, het laat geen witte waas achter op mijn lippen. Daar heb ik altijd zo'n hekel aan. Ik vind het altijd zo lelijk als lippenbalmpjes dat doen. En dat doet hij helemaal niet. Ik vind ook de applicator fijn. Je hebt best wel controle. Met dit soort applicators heb je heel vaak geen controle. Want dan komt er gewoon in één keer heel veel uit. Maar dat doet hij dus helemaal niet. Dat vind ik wel fijn. En hij is lekker klein, dus handig om mee te nemen in je tas. Ik vind hem fijn. Ik vind ook de geur echt super lekker. Als je niet houdt van een fruitgeur, zou ik hem niet halen, want het is best wel een heftige geur. Het volgende dat ik heb is een olie. Dit is de Essence Vintage Beach Multipurpose Oil. Dit is een olie dat je voor je huid kunt gebruiken, voor je haar en voor je nagels. Dus je kunt hem voor een heleboel verschillende dingen gebruiken, wat jij het liefst wilt. Ik ga hem vandaag gebruiken voor mijn gezicht en ook een beetje hier zo op mijn nagels. Ik heb wel acrylnagels, dus ik hoef het niet echt per se. Maar gewoon een beetje om mijn huid hier zo te verzorgen om mijn nagels heen. Er zit aprikozenolie in en het wordt snel opgenomen door de huid en het laat je huid soepel en zacht aanvoelen. Nou, dus ik ben heel erg benieuwd. Er staat dat je hem moet schudden voor gebruik. Ik vind een olie altijd heel erg fijn. Ik gebruik olie voor mijn gezicht, voor mijn lichaam. Ik ben echt compleet droog. Mijn hele huid is droog, mijn lichaamshuid is droog, mijn lippen zijn droog. Alles aan mij is gewoon droog. Oké, dat klinkt een heel klein beetje raar. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik ga hem allereerst gebruiken voor mijn gezicht. Hij is echt best wel waterig. Het is een hele waterige olie. Er staat ook dat hij snel intrekt. Ik hoop dat hij dat echt doet. Want jullie weten van mij, ik heb altijd een hekel als ik allemaal moet wachten.
Oeh, het ruikt ook heerlijk. Deze collectie, echt elk product dat ik tot nu toe heb gebruikt, ruikt echt heerlijk. I love it. Ik hou altijd van lekkere geurtjes. Oh mijn god, ik zie gewoon dat mijn hele dagcreme eraf aan het pielen is. Zien we dit? Oké, die olie gaat dus niet heel goed samen met mijn dagcreme. Het is er zo helemaal af aan het rollen. Kijk, helemaal dit jongens. Mijn dagcreme was echt al wel helemaal ingetrokken. Ik heb die echt ruim al een kwartier geleden of zo opgedaan. Dus wel apart dat dit gebeurt. Maar voor de rest voelt hij wel gewoon fijn aan. De geur is ook echt heerlijk. Ik pak nog een heel klein beetje en dat breng ik gewoon zo aan op mijn nagels. En een beetje gewoon zo over mijn hele handen om ze te verzorgen. Ik vind niet echt dat hij snel intrekt. Ik voel nog steeds echt een dikke laag olie op mijn huid. Nou, het trekt echt totaal niet snel in. Dus heel die claim klopt echt totaal niet. Ik weet niet wat ik er zo goed van vind. Ik heb echt het gevoel dat het gewoon echt totaal niet intrekt. En ook wat het hier doet met mijn crème vind ik niet zo'n fijn effect. Want ja, ik moet altijd dagcrème opdoen. Dus het moet er gewoon mee werken. Nee, ik denk niet dat dit geschikt is voor je gezicht of echt je handen. Ik voel ook nog dat mijn handen helemaal zo vettig zijn. Misschien voor in je haar dat het fijn zou zijn voor je puntjes of zo. Maar zo op mijn gezicht, nee. Ik heb echt fijnere oliën. Dan gaan we verder met een van de leukste producten. En dat is het prachtige oogschaduwpaletje. Dit is de Essence Vintage Beach Eyeshadow Palette. Deze verpakking ziet er echt prachtig uit. Dit voelt ook echt zo 3D aan, zeg maar. Ze hebben hier echt, zeg maar, iets om het paletje heen gedaan. En het voelt echt letterlijk aan als een strandstoel of zo. Ik vind deze verpakking echt super cute. Het gaat zo open en dicht met een magneetje, zeg maar. Dus het valt gewoon zo dicht. En de inhoud ziet er ook echt prachtig uit. 9 hele mooie beachachtige kleurtjes. Je hebt matte en glanzende kleurtjes. Het zijn vooral neutrale kleurtjes en dan deze pop van blauw, want dat moet de zee voorstellen, zeg maar. Daarom hebben ze één blauwe kleur erbij gedaan. Deze twee kleuren zien er ook heel apart uit. Die zijn een beetje duochroom of zo. Ik moet wel zeggen, Essence paletjes zijn meestal niet zo goed. Dit zijn de twee aparte glanzende kleurtjes. Ik moet zeggen, ze zien er niet echt heel spectaculair uit. Maar goed, laten we niet te vroeg oordelen. Ik moet het nog gaan gebruiken misschien als ik het aanbreng dat het gewoon echt van super goede kwaliteit is. Ik denk het niet, maar we will see. Dus laten we even inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden en daarvoor gebruik ik mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Die olie is gewoon no joke nog steeds niet ingetrokken. What the F? Oké, jongens, wat voor look gaan we maken? Ik denk een beetje een neutrale look, want ja, je kunt hier niet echt heel veel mee. Ik ga eerst mijn hele ooglid zetten met deze hele lichte witte matte kleur. Dan ga ik beginnen met deze lichte oranje matte kleur. Ik breng die aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. En die kleur gaat in mijn hele arcadeboog. Oh, hij brengt een beetje gelig aan. Ik ga een beetje voor een zomerse strandlook. Want dat vind ik wel samengaan met de vibe van heel deze collectie. Ik moet wel zeggen, de dag dat ik deze video film is echt super slecht weer. Het is nou 1 uur in de middag en het is gewoon buiten donker. En het is aan het regenen, storm, alles. En ik zit hier een blije zomerse beach collectie van Essence te reviewen. Ik zit nou echt helemaal niet in de zomerse vibe of zo. Nou, hier kwam echt veel pigment vanaf. Had ik niet verwacht. Dan pak ik deze lichte bruine matte kleur. En die ga ik ook een klein beetje aanbrengen in mijn arcadeboog. Je kunt hem echt gewoon letterlijk helemaal niet zien. Hij valt gewoon helemaal weg in die oranje kleur. Oh my god. Nou, hij heeft het wel iets donkerder gemaakt. Kun je het verschil zien met hier en hier? Hier is het nou iets donkerder en hier is het nog licht. En dat komt door die bruinige kleur. Dan pak ik deze glanzende kleur hier. Die breng ik aan op mijn ooglid. Oké, dit is wel echt een prachtige gouden kleur. Essence oogschaduwen blijven alleen altijd niet zo lang zitten. Ze vervagen altijd echt binnen 10 seconden. Dus ik hoop niet dat dat nou weer gaat gebeuren. Oké, het is niet echt heel spectaculair, maar ja, whatever, het zit erop. Dan wil ik ook ingaan met deze glanzende kleur hier. Die kleur is een beetje zo blauwig. En die wil ik gewoon voor de extra een beetje aanbrengen hier in het midden. Oké, die doet echt helemaal niks. Nou jongens, die kleur doet echt helemaal niks. Kijk even dit. Het is nu gewoon alsof er een of andere rare grijzige waas op mijn ooglid zit. Maar ik ga gewoon door. Oké, ik heb heel even snel mijn gezichtsmake-up gedaan. En dan kan ik beginnen aan de onderkant van de oogmake-up. Ik ga deze oranje en een bruine kleur allebei aanbrengen op de onderste wimperrand. Alleen wat ik doe is dat ik het alleen maar aanbreng vanuit de buitenste hoek tot ongeveer aan het midden. Ik trek het niet helemaal door naar binnen. En dan pak ik deze blauwe felle kleur. En die blauwe kleur wil ik dan een klein beetje aanbrengen hier in de binnenste ooghoek op de onderste wimperrand. En dan alleen maar zo een beetje hier in het begin voor een beetje een pop van blauw. Oké, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind van het blauwe hier. Het lijkt nou een beetje alsof ik gewoon aan het huilen ben of dat ik hier een of andere blauwe plek heb of zo. Ik ga even mijn hele ooglid afmaken en dan ga ik kijken of ik dit nog mooi vind. En als ik het niet mooi vind, dan ga ik het gewoon weghalen.
Oké, ik heb het blauwe gewoon gelaten. Ik vind het wel iets hebben. Ik weet niet of ik het vaker ga doen, maar voor nu ga ik het gewoon zo laten. De wimpers die ik op heb zijn deze van de Primark in de stijl 730. Dan wil ik nou weer ingaan met deze hele lichte witte kleur. En die wil ik hier zo in de binnenste ooghoek aanbrengen om het daar allemaal iets te verlichten. Het hoeft niet heel veel. Ik wil gewoon dat het daar iets lichter wordt, want ik vind daar iets te donker nou. Het is uiteindelijk een mooie ooglook geworden, maar ja, het is niet echt het beste paletje. Ik heb letterlijk gewoon hier heel mijn kleding vies gemaakt met make-up. Zien we dit? Oh my god. Oké, ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Foundation, gewoon mijn hele basis, bronzer en blush. En ik heb hier een highlighter. Dit is de Essence Vintage Beach Baked Highlighter. Ook weer zo'n hele leuke vintage retro verpakking. Ik vind deze verpakkingen allemaal echt zo leuk. Er zit macadamia olie en vitamine C in. En dat verzorgt ook nog eens je huid. De highlighter ziet er heel mooi uit. Zo marble-achtig. Ik ben heel benieuwd naar de kleur. Het ziet er niet echt heftig uit. Oh, het is een hele lichte champagne kleur. Oh, het is best wel goud. Zien we dit? Ik had het niet zo goud verwacht. Maar mij hoor je niet klagen daarover, want goud staat het beste met mijn huidskleur. Oké, laten we gewoon een beetje pakken. Wow, heel mooi. Oké, ik weet niet waarom, maar ik dacht echt deze highlighter gaat er helemaal niks van bakken gewoon. Maar hij is oprecht heel mooi. Kijk dit, hij is wel heel goud. Dus als je een hele lichte huidskleur hebt, gaat hij denk ik iets te geel zijn voor jou. Maar als je een medium huidskleur hebt als mij of een donkere huidskleur, dan gaat hij denk ik echt prachtig zijn. Ik ben echt een beetje in shock. Het is echt veel en veel mooier dan dat ik dacht. Dit is echt super mooi. Ik had echt niet verwacht dat het echt zo goud ging zijn. Maar nou ik er echt naar kijk, je ziet hier ook een beetje goud doorheen. Ik ga ook een beetje aanbrengen hier op mijn schouders. Dat is ook wel mooi denk ik. Ik heb al hier iets zitten, maar ik breng het er gewoon op aan. Oké jongens, dit was dan de hele collectie. Ik moet nog wel even iets aanbrengen op de lippen. Ik ga mijn Nabla Lip Pot loodje aanbrengen in de kleur hashtag nummer 5. En deze matte liquid lipstick van Kylie Cosmetics in de kleur Exposed. De lippen zijn nou mat, maar ik denk toch dat ik ze glanzend wil maken, want dat vind ik iets meer beachachtig. En omdat dit een Essence video is, ga ik ook een Essence lipolie gebruiken. Dit is de Essence Glowing Gold lipolie in de kleur 01 Heart of Gold. En dan een beetje setting spray. Dit is de Catrice Bronze Away setting spray en dan ben ik klaar. Nou jongens, dit was dan de Essence Vintage Beach collectie. Wat vinden we ervan? Wat vinden we van de make-up look? Ik vind de make-up look echt super mooi geworden. Dit blauwe hier vind ik ook wel mooi. Hoe langer ik ernaar kijk, hoe meer ik eraan gewend raak. Helaas zaten er wel echt een aantal producten bij die ik niet aanraad. Zoals deze haarspray. Nu ik hem toch gewoon heb, wil ik hem nog wel gaan gebruiken alleen voor de geur. Dus echt letterlijk alleen om een lekkere geur achter te laten op mijn haar. Deze olie is echt helemaal niks. Het trekt letterlijk gewoon niet in. Ik voel ook gewoon dat mijn handen nog steeds vettig zijn. Het werkt ook helemaal niet samen met een dagcrème. Ik vind het niet zo fijn. Deze highlighter was echt de verrassing van vandaag. Dit is het beste product van heel deze collectie. Als er één ding is dat ik jullie wil aanraden. Oh, hij viel gewoon bijna uit mijn handen. Hij is echt heel erg mooi goud. Ik raad hem alleen niet per se aan voor een hele lichte huid. Dit oogschaduwpaletje is ook niet zo goed. Het is weer die cliché slechte kwaliteit van Essence. Het is gewoon een niet zo goed paletje. Niet heel veel pigment. Blend ook niet heel mooi. Het doet echt niet heel veel voor je ogen. Deze lip conditioner vind ik ook fijn. Het is gewoon een fijne lipbalmpje. Het enige wat ik niet aanraad is de haarspray, de haarolie en het oogschaduwpaletje. En wat ik wel aanraad is eigenlijk alleen maar deze highlighter en deze lipbalm. Die highlighter is ook echt super mooi hier zo op mijn schouder. Zien we dit? Nou, helaas was deze collectie al met al niet echt een succes. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik een hele goede highlighter heb gevonden. Mocht je vandaag iets zien wat jij graag wilt hebben, ik zet beneden in de beschrijving linkjes van Boozy Shop. En dan is het gewoon makkelijk te vinden en te bestellen voor jullie. En ik hoop dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag met deze leuke video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!